dit kan ook zomaar een enorm belangrijke ontwikkeling voor ons bedrijf zijn naar de toekomst toe. Ik wil het anders dan normaal. Het moet niet het kantoor van morgen zijn, maar het moet het kantoor van overmorgen zijn. Wel iets heel nieuws, wat nog nooit iemand gedaan heeft. Dat neurowetenschap houdt zich bezig met beslissingsgedrag van mensen. En toen viel bij mij het kwartje. In welke ruimtes doen nu wat? Welke ruimtes hebben wat nodig? Dit gaat echt het wereldwijd eerste commerciële gebouw worden dat op basis van neurowetenschap is ingericht. Als dit gaat werken met dit concept, ja, dan is dat een concept voor de hele wereld. Robert Wolters is al een hele oude klant van ons, die we ook heel goed kennen. We hebben al hun vestigingen in Nederland, dat zijn er 5 ingericht. Maar ze zijn weer toe aan iets nieuws. We zijn een recruitmentorganisatie. En we hebben het label Robert Wolters en Wolters People. En daarmee voorzien we de markt met, op allerlei verschillende niveaus met nieuw talent. We hebben nu 2 locaties hier in Amsterdam. Dat is noodgedwongen omdat we de afgelopen jaren zo snel zijn gegroeid. Maar als je kijkt naar teamwork en inclusion, dan wil je natuurlijk heel graag je teams bij elkaar hebben. Ze gaan in het WTC in Amsterdam 2 huidige vestigingen opheffen en ze gaan naar 1 nieuwe locatie. Laten we nu eens kijken naar een kantoor waar we niet mensen dwingen om naartoe te gaan, maar zorgen dat we mensen aantrekken aan het kantoor en een community te gaan creëren. Dus dat is een heel ander concept. Maar hoe zorg je nou dat je echt verbinding maakt? Waarom kom je naar kantoor? Je komt naar kantoor omdat je je collega's leuk vindt. Je komt naar kantoor omdat dat je inspireert. Ze hebben ons gevraagd om daar voor te stellen hoe we een ontwerp zouden gaan maken. En dat wel in concurrentie met een groot internationaal architectenbureau. Toen heb ik Peter wel een beetje gechallenged en heb ik hogewerf gezegd, ik wil het anders dan normaal. En wat dat dan is, weet ik niet, maar het is een heel bijzonder pand waar we ingaan. Het is Tower 10, we zitten op de 10e verdieping. We hebben heel veel glas, fantastisch uitzicht, veel meer vierkante meters. Dit zal anders moeten zijn. Het moet niet het kantoor van morgen zijn, maar het moet het kantoor van overmorgen zijn. In de tijd dat wij hier over aan het nadenken waren, kwam ik in contact met Martijn. En Martijn is neurowetenschapper. Ik ben Martijn Otter, neurowetenschapper en profiler van Neuroventures. En ik zat met Peter Hogewerf op een golfbaan. En toen heb ik verteld wat we ooit voor een tandartskliniek gedaan hadden, zodat mensen daar met minder angst in de wachtkamer zitten. En toen vertelde hij dat neurowetenschap houdt zich bezig met beslissingsgedrag van mensen. En toen viel bij mij het kwartje. Want dat is eigenlijk wat je voor een recruiter als Robert Wolters wilt hebben. Alle 3 de partijen hebben gepresenteerd, waaronder ook Hogewerf. Ja, en van de 3 kwamen ze ook gewoon echt met het allerbeste voorstel. Het meest creatief, maar ook het meest gericht op wat wij nodig hebben. Dit gaat echt het wereldwijd eerste commerciële gebouw worden dat op basis van neurowetenschap is ingericht. De moodboards die ik nu aan het maken ben, pakken we iets anders op. Bij een normaal ontwerp maken wij een voorstel voor de sfeer. En nu gaan we het anders doen. Wij hebben voorafgaand zijn er profilingsgesprekken geweest met een aantal medewerkers ook van Robert Wolters. Daar zijn associaties uitgekomen. En met die associaties hebben wij moodboards gemaakt. En met deze moodboards gaan we niet gewoon aan de klant presenteren, maar de klant gaat de MRI-scanner in. 24 mensen gaan in een MRI-scanner. Die krijgen die beelden te zien en daarbij wordt een doorsnede uit die organisatie genomen. Dus daarbij wordt echt de junior, de senior, man, vrouw, die hele verdeling wordt gemaakt. Oh, lekker. Ja. Espresso alsjeblieft. We gaan de moodboards niet maken op de associaties of op de werkruimtes, maar meer op het type werk dat in de werkruimte plaatsvindt. Dus mensen moeten of performen, mensen moeten focus werken, mensen moeten kunnen ontspannen, mensen moeten kunnen samenkomen. Daar gaan we de moodboards samenstellen. Eigenlijk gaat nu het onbewuste gaat reageren op de beelden die ze zien. En achteraf, wanneer we de resultaten hebben van het MRI-onderzoek, gaan we kijken hoe gaan we dat dan vormgeven op basis van die uitslag. Wij weten straks echt wat voor een bepaalde groep mensen aanslaat en werkt en wat niet. Uiteindelijk gaat dat bepalen hoe je een kantoor inricht. We
We zijn vandaag bij Neurentics in het gebouw van de UvA om MRI-scans te doen. Ik denk dat ik allemaal beelden ga zien van verschillende interieurs. Bepaalde beelden die we te zien krijgen en dat daar dan een onderzoek uit moet komen. Maar ik sta er nog vrij blanco in. Het is best wel spannend. En soms ook omdat ik dan denk, ja, denk ik niet heel anders dan anderen. Maar ja, dat zal misschien wel meevallen. Je lijkt ergens toch allemaal wel een beetje op elkaar. Wij gaan naar verschillende interieurs kijken. En we kijken in het onderbewuste brein van mensen, ja, wat daar... hoe je daarop reageert. Ik ben Martin de Munnik. Ik ben een van de oprichters van Neurentics, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in het bestuderen van onbewuste processen. Wij meten rechtstreeks in het levende brein, dus daar zit geen ruis op. Het brein, het onbewuste, ligt niet. Wij leggen mensen in de MRI-scanner. Dan gaat er een eye-tracker aan en jouw brein gaat actief worden. Dus als jij actief ergens naar het kijken bent, kost het je brein heel veel energie. En wij zijn dus in staat om per beeld aan hoogrecht terug te koppelen welke emoties dat beeld heeft opgeroepen. Wij zien dus eigenlijk een neuraal netwerk. Het zijn verbindingen in je brein. Met die verbindingen weten wij welke associaties daarbij horen. Dus dat kan lust, begeerte, vertrouwen, al dat soort zaken zijn. En op basis van die uitslagen zien wij, als iemand bijvoorbeeld in een performancegerichte omgeving wil werken, omdat hij even moet knallen, wat voor een omgeving daar het beste bij hoort. Heel apart. Heel vreemd. Wel een beetje anders dan ik had verwacht. Veel rustgevender en stiller dan ik had gedacht. Door je hoofd schiet ook van, oh, maar... ik denk dat nu dan te vinden, maar reageren mijn hersenen daar dan ook zo op? Het schiet wel allemaal door je hoofd. Je gedachten gaan heel snel natuurlijk, omdat het best een bijzondere ervaring is. Allemaal verschillende soorten interieur en fotootjes zien. Je moest wel heel snel drukken of je het mee eens was dat je het aantrekkelijk vond of niet. Het is wel grappig om dan de reacties te zien dat je, wanneer je vertelt, dat de klik helemaal geen nut heeft. Want je hersenen hebben al lang voor jou besloten wat je wel of niet leuk vindt, voordat je überhaupt een vinger hebt kunnen bewegen. Dit is nog nooit gedaan op de wereld. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. Maar om een projectinrichting, kantoorinrichting vanuit wetenschap op te bouwen, is gewoon geweldig. En we hebben straks verschillende areas. Dat betekent een gebied hebben waar volle bak gebeld kan worden, waar heel veel herrie gemaakt kan worden, waar iedereen als het ware door elkaar heen kan schreeuwen zonder dat je last van elkaar hebt. We hebben straks een wat meer rustige zone, een bufferzone. Dus ja, een goed kantoor, goed ingericht, zorgt ervoor dat je je kan focussen voor datgene wat je komt doen die dag. Ja, wij kunnen dat van tevoren prachtig bedenken. Dat kan uit alle onderzoeken komen. Het is heel spannend of dat straks ook daadwerkelijk zo gaat werken. En het gewenste resultaat gaat opleveren. Ja, je voelt al aankomen natuurlijk. Voor sommige ruimtes moet je juist vertrouwen hebben. In andere ruimtes moet je veel aandacht hebben. En zo gaan we straks kijken welke ruimtes doen nu wat. En anderzijds, welke, met jullie ervaring, welke ruimtes hebben wat nodig? Het concept is eigenlijk living building. Dat is het concept wat we neergezet hebben. Dus ja, een gebouw wat echt leeft. Ja, en uiteindelijk hebben we het onderbouwd door de uitslag van wetenschappelijk onderzoek in de scan. Buiten dat dit project heel groot is, zitten er ook heel veel extra's die we in normale projecten niet altijd hebben en nooit allemaal tegelijk. Dus die extra maand is zeker wel nodig geweest. Ja, en dan, jongens, ik heb jullie al beloofd, Tower 10. Ik ga jullie meenemen in voor het eerst wat beeldmateriaal, hoe dat eruit gaat zien. En waar we zo hard naar op zoek waren, is wat gebeurt er nou met jouw onderbewuste op het moment dat je in de kantoorruimte komt. En waarom? Omdat we een omgeving willen creëren waar we een inspirerende omgeving hebben, waar het woord wij centraal staat, waar je heel graag wil zijn en waarin we het verschil met elkaar kunnen maken. We gaan dat in Amsterdam als eerste doen. Dan gaan we naar Tower 10. Dat is ook gelijk. We noemen dat een living building. Dus laten we in ieder geval even proosten op het start van nu al een fantastisch jaar. Proost jongens. Daar gaan we.
Ik ben heel blij met het resultaat. Nog veel belangrijker, iedereen die hier werkt is heel blij met het resultaat. En dat is waarvoor we het gedaan hebben. Het is heel mooi geworden. Het is ook wel echt wel precies hoe we hadden gedacht dat het zou worden. Misschien zelfs mooier. Het is een van de mooiste kantoren van Robert Walters, wereldwijd. Dus de hele Zuidas praat erover. En het is hartstikke mooi. We hebben echt heel veel leuke reacties gehad. En mensen zijn zwaar onder indruk. Het hart van het bedrijf, van café, dat die multifunctioneel gebruikt wordt, dat gaat heel goed. Dus er wordt geïnterviewd, teams komen samen, er wordt geluncht, er wordt koffie gedronken. Ja, het mooie stuk, dat kwam natuurlijk ook uit het neuroonderzoek, dat je eigenlijk in zo'n soort loungeomgeving veel vrijer bent om gewoon een goed gesprek aan te gaan. Het is minder spannend. Mensen voelen zich vrijer. Ze kijken ook niet zo op hun klok. Hè? Als je een beetje, je bestelt hier makkelijk nog even een koffietje. Ja. Als je een ruimte uitkomt, dan hangt er ook gelijk een scherm. En daar is heel bewust over nagedacht. En wat leuk is, als je naar de ruimte loopt waar we het meeste de interne meetings hebben, dan zie je ook dat als je uit die ruimte komt, dat je allemaal leuke foto's ziet van jezelf. En van collega's en van de leuke dingen die we doen. Dat is een van die dingen waaruit blijkt dat als je lang in een vergaderruimte hebt gezeten, je loopt naar buiten en je ziet iets met je collega's en het is leuk en te ontspannen, dat het je gelijk weer energie geeft. Een bufferzone, maar die heeft ook, dat is niet alleen maar gewoon een gezellige groene ruimte. Dat is echt een ruimte waar je na een inspanning tot rust kan komen. Je hebt ongeveer 7 seconden nodig om je brein weer even van die focus of uit die adrenaline terug te zetten. Die bufferzone is zo groot dat je er niet in één rechte lijn doorheen loopt. Dat je in ieder geval iets gezakt bent in je energie. Een arena is juist een prestatieruimte. Dus op het moment dat je daar, achter mij is een tunnel. Als je daar doorheen loopt, dan loop je echt door een donkere tunnel. En dan kom je ineens een ruimte in, alsof je een stadion inloopt. Nou, die sporters die gaan aan op het moment dat je daar binnenkomt. Uit dat onderbewuste van onze eigen mensen bleek dus dat rood triggert, wakker maakt, ze blij maakt, energiek maakt. Dus dat is heel bewust waarom we een ruimte ingericht hebben met deze kleuren. Je kan fietsen zoals je ziet, je kan op de loopbaan. Op het moment dat je beweegt, op het moment dat je staat, gebruik je ook je grootste spieren. Meer bloedstoorstroming betekent ook gewoon dat je hersenen sneller werken. Ja. Dus vandaar dat je ook hier allemaal fietsjes zit om te bewegen. Voor de ruimte Arena, wat we daar hebben gedaan is simpele zaken. Zorg dragen dat mensen hun telefoon draadloos kunnen opladen. Er hangt een videowall, waardoor mensen competitief worden ingesteld om net een extra metertje te lopen. Als ze net zien dat ze wat achterop lopen op een ander team bijvoorbeeld. Maar het leuke is dat iedereen heeft wel zijn eigen plek waar hij heel graag komt. Dus ik hoor mensen zeggen, ik zit eigenlijk nooit in de Toscaanse tuin. Maar ik zit heel veel hier in het Grand Café. En andere mensen zeggen, als ik echt even op wil laden, dan ga ik in de Toscaanse tuin zitten. Dus iedereen heeft wel zijn eigen favoriete plek. Ik ben super trots hoe het allemaal geworden is, hoe mooi het geworden is. Binnen de tijd eigenlijk ook. 3 dagen voor oplevering waren we klaar. Alles is gelukt eigenlijk wat we wilden en daar ben ik heel trots op. Dit project heeft ons wel sowieso heel trots gemaakt, maar geeft ons ook wel extra perspectief naar de toekomst toe. Maar je draagt ook echt iets bij aan het succes van je klanten. Je denkt mee over hoe een klant succesvol kan zijn. Ik ben het meest trots op het geheel. Met al die elementen, dat als je door het kantoor heen loopt, dat het klopt. Of het naar de Toscaanse tuin is, of de bufferzone, of de yogaruimte. Het klopt en dat voelt goed. Daar ben ik het meest trots op.